Terwijl Alexander gewoon de kap. Hij blikt. Wat die doen we niet voor vrienden? Mijn limbo zijn ook niet in de laag. Kom blijven wie je bent. Hij staat er wel. Geweldig, ja. Hij is er wel, hè? Absoluut, kijk de afleiding. Robert Roosmans, het was toch wel de verkiezingsstunt van de PVV, hè? Ja, stunt. Het was gewoon een bezoek van Geert Wilders en Sittard Geleen. En als je in deze periode van het jaar komt, wanneer anders dan op St. Joep? Een markt die bij uitstek symboliseert wat Sittard Geleen doet. Was wel een kort bezoek, hè? Ja, het is altijd moeilijk. Mensen in Den Haag hebben een drukke agenda, maar sowieso met de beveiliging en alles zit je. Het is druk. Nou goed, dan heb je korte bezoeken en dat is nou helemaal niet anders. Maar dat geldt voor alle kopstukken van partijen, dat die daar relatief weinig tijd voor hebben en hun tijd moeten verdelen over het hele land. Maar hij was er. Hij heeft gezien wat we hier doen. Hij heeft gezien waar zit dat gruts op is. En dat is mooi. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest om de heer Wilders hier in Sittard Geleen te krijgen? Ja, zo'n bezoek heeft toch echt wel een flinke voorlooptijd. Dan praat je toch echt wel over een aantal weken. Want als je het verzoek hebt besproken en je hebt besproken met elkaar wat je wil gaan doen, ja, dan moet er gekeken worden in dit geval naar de veiligheid. Het is jammer dat dat moet, maar ja, het is wel nodig. En dan gaan die diensten gaan hun werk doen en die gaan vertellen wat wel, wat niet kan. Die gaan hun plan maken, ja, en daar hebben ze gewoon tijd voor nodig. Zo hoort het toch nog eens wat, hè? Allebei één. Welkom in deze tolerante stad. GroenLinks bood hem zelfs een folder aan. Dat klopt, GroenLinks bood hem een folder aan. En meneer Wilders is heel sportief en die heeft gezegd, is goed, dan doen we wel gelijk oversteken. En dus kreeg ook GroenLinks een folder van de PVV. Dus als ik het goed begrijp, een coalitie met de PVV en de gemeente Sittard zit er nog steeds in? Nou, wij doen niemand uitsluiten. Wij gaan met alle partijen na de verkiezingen, nadat de kiezer gesproken heeft eerst, gaan we met alle partijen op basis van inhoud in gesprek, ook met GroenLinks. En op bepaalde thema's zullen we elkaar best kunnen vinden. Op andere ligt dat misschien wat moeilijker, maar let's agree to disagree. 4 jaar geleden was minister-president Rutte in Sittard. Dat is voor de VVD niet goed afgelopen. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, ik zou hem ook niet uitnodigen als ik bij de VVD zat nu. Ik wacht nog steeds op 1000 euro van hem. Nog 2 dagen beginnen de verkiezingen. Wat denk je er zelf van? Ja, we doen in Limburg op 3 gemeentes mee. Maastricht, Sittard Geleen en Venlo. Nou, ik sta hier natuurlijk voor Sittard Geleen. Maar de andere 2 gemeentes, ja, daar hebben we natuurlijk ook bemoeienis mee gehad. Ik denk dat we als PVV duidelijk kunnen maken dat we een nieuw geluid vormen. Ook voor de Raad, dat duidelijke PVV-geluid. En ik hoop dat de kiezer dat weet te waarderen woensdag in de 3 gemeentes. En dat we een goede uitslag krijgen. Maar ik denk wel dat we laten zien, vooral hier, dat dingen anders kunnen en ook anders moeten. En dat we dan met deze gemeente veel verder komen. En ik hoop dat de kiezer dat inmiddels van ons heeft begrepen. En dat ze ons daarvoor waarderen. En dat ze ons woensdag massaal steunen. Goed, alles goed. Succes met hey, alles goed? Ja, doen we. Ja. Jij hetzelfde en heel veel succes. Prachtige bloemen. Geweldig.